Nou, hoe heet die gekke jongen achter jou? Levi. Levi. En Levi vindt het heel leuk om op tv te komen? Ja! Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier vanmorgen aanwezig in het gemeentehuis, waar de leerlingen van groep 7 en 8 van de Rietvink een lekker ontbijt krijgen samen met burgemeester De Pla en wethouder Marianne De Bie. Dit allemaal staat in het teken van het Nationaal Schoolontbijt, waar de kinderen bewust worden gemaakt voor een goed ontbijt en waarom dit zo belangrijk is. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! One, two, three! Good morning! Good morning! Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning! Ik vind het heel belangrijk. Ik denk dat er in Nederland heel veel kinderen zijn die zonder ontbijt naar school komen. En ik denk dat het juist heel belangrijk is om brandstof in de motor te gooien, zodat je gelijk om 8:30 fris en goed van start kan gaan. Nou Nio, hoe vind je het om hier bij het schoolontbijt te zijn? Leuk. Wat vind je er precies leuk aan? Dat we gewoon met z'n allen kunnen eten. Want dat doe je normaal nooit, denk ik, hè, met je klasgenoten? Nee. Nou, ik vind het een goed ontbijt. Ik vind het een lekker ontbijt. Het is wel gezond, maar het is nog toch lekker. En hier liggen natuurlijk allemaal lekkere broodjes en jus d'orange en zo. Ontbijt jij thuis ook zo uitgebreid? Hoe ziet jouw ontbijt eruit? Gewoon een crackertje of zo. Alleen maar een crackertje? Soms doe ik ook weer iets anders, maar tot nu toe doe ik gewoon dit. Ja. En hoe is zo'n ochtend nou voor u om tussen zoveel kinderen een ontbijt te pakken en wat gesprekken te voeren? Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om met kinderen te praten over van nou, hoe ontbijt jij thuis? Maar wat ik super mooi vind om te zien is dat ik hier heel veel kinderen zie die eigenlijk heel automatisch naar het fruit pakken. Dus blijkbaar is fruit eten gewoon al aardig ingeburgerd. Nou, dat doet mij veel plezier. En verder vind ik het heel erg leuk om met ze te kletsen over hoe doen jullie dat met tractaties, hoe is het thuis geregeld, wanneer eet je wel wat en wanneer niet, en wat helpt er om goed te ontbijten. Nou, het is gewoon mooi om dat met de kinderen te bespreken. Good morning! Jij hebt je bordje aardig vol, zie ik. Ja. Wat ligt er allemaal op? Broodjes en ik had een appel. En je hebt ook lekkere dingen op het broodje, zie ik. Ja. Ham, ei en appeldinges. Oh, lekker. Ja. En is dit nou ook het perfecte ontbijt voor jou of ontbreken er dan nog dingetjes? Nee, dit is echt goed. Hoe vond je het om nou te ontbijten met de burgemeester en al je klasgenoten? Nou, ik vond het niet echt heel spannend, maar ik vond het wel heel erg leuk. En ik had ook heel erg honger na het fietsen, dus dat kwam wel goed uit. En heb je ook al zin om weer terug te fietsen? Nee. Breda Nu. Je weet het meteen.